De vrijwilligers van ijsclub De Magnusrijders in Schagen zijn er behoorlijk ziek van. Jongeren hebben gisteren het ijs vernield. Ik kwam hier uit mijn werk vandaan gistermiddag rond een uur of drie en zag ik al wat van die gasten achter op het ijs lopen op de baan. En ook al door het ijs heen zakken. En, gaat je bloed dan koken? Nou, dan word ik wel een beetje boos, ja. Een beetje veel boos. Volgens mij heb ik hier twee diehards bij me. Dus, maar de site volgen. Dus. Ja, absoluut. Zodra het even kan, dan komt er een. Gisteren zijn er jongeren het ijs op geweest. En die hebben het ijsstuk gemaakt. Wat vind je daarvan? Ja, niet zo leuk, want anders zouden we misschien nu kunnen schaatsen. En nu moet eerst dat weer helemaal dichtgevroren worden. Ik vind het niet leuk. Ja, goed. We zijn het hele jaar bezig hier om het allemaal tip-top te krijgen. De terrein en de baan. En dan wordt het in een half uurtje tijd wordt het even vernield. Het is heel zonde is dat natuurlijk. Maar ondanks alles is er ook goed nieuws. Kenneth. Ja, ik denk dat het voor de kinderen vanmiddag wel kan. Dat is geen probleem. Maar als we met een hoop volwassenen op het ijs gaan, dan wordt het lastig, denk ik. Vanmiddag kunnen in ieder geval de kinderen schaatsen en dat geeft wel een goed gevoel, denk ik. Ja, goed, daar doen we het voor. Daar zijn we het hele jaar voor bezig. En de afgelopen 4 jaar, zeg maar. Want elk jaar sta je weer paraat. Dat als het mogelijk is, dat er weer volop geschaatsen worden hier ook. Het is weer zover. Super.